Vandaar, Kees, dit boek, dit eerste nieuwe nachtboek voor jou. Dankjewel. Bij mij Rinima, schrijver van Idolen en Iconen. Hoe kom je daar nou in godsnaam op? Nou, een mooie titel vind ik, omdat we al veel uitgaves van NAC gehad. En om iets toe te voegen, leek mij dit een geschikte titel. En om ook maar inhoud aan te geven. Nou, het is natuurlijk gaaf dat supporters, want zo zie ik dat, de moeite nemen om een boek uit te brengen. Het is natuurlijk niet de eerste, maar het is wel geweldig dat je je clubcultuur en geschiedenis op die manier heel goed vast komt te liggen. Dat is een prachtig boek. Ik ben er blij mee. Het werd tijd ook dat weer eens een boek geschreven werd over NAC. Dus ik ben er heel erg blij mee. Zo mooi. Ik heb me een beetje teleurstellend. Dan is helemaal geen hoofdstuk aan jou gewijd. Wel. Een klein hoofdstuk. Want ik was maar een kleine speler. Dus bescheidenheid ten trots. Dat is niet waar, Jan. De Skuas. Mooi boek. Idolen, iconen. Hoe vaak weer erin genoemd? Dat weet ik niet. Ik heb het nog niet gekocht en ik heb het nog niet gelezen. Ik heb alleen de bladen die heb ik thuis gekregen van Rini Maas. Om te kijken of dat er fouten in stonden of zo. Maar ik sta er wel een aantal keren in vernoemd, ja. Wat is het verschil tussen een idool en een icoon? Nou, in wezen vloeit het een beetje aan elkaar over. Vanaf mijn zesde ga ik naar NAC, dus 1954. En ik heb al die spelers heb ik gezien en ik zie ze nog. En dan zeg je idool, icoon, wat is het verschil? Nou, er is één wezenlijk verschil. Dat er bepaalde voetballers zijn die het verschil maken. Zoals Graham Arnold en Bob Letchford en Leo Canjols, Kees Kuijs. En dat zijn toch ook wel duidelijk de iconen in het boek. Wie is jouw idool of icoon wat NAC betreft, al die jaren? Ja, John Karelsen moet ik zeggen, dat, die heeft altijd wel mijn hart gestolen. Ja. Dat was toch wel Peter van der Merwe. Geweldige keeper. Heel erg goed, leuke anekdotes. Zijn moeder er altijd bij. Daar heb ik leuke ervaringen mee, om het zo maar te zeggen. Ja. Zelf ook al jaren mee. Wat maakt nou een voetballer een idool eigenlijk of een icoon? Ja, dat is punt 1 dat hij NAC altijd trouw gebleven is. Hè? Want hij komt naar verschillende clubs. En zijn moeder die zei van, Peter Aas gaat dat wel doen, dat mag. Maar dat komt er nooit meer binnen. Stop je met je carrière, je gaat de verzorging doen bij NAC. Nou, dat heb ik maar even gedaan, want dat vond ik nou niet de beste stap in mijn leven. Want ik kan er zo moeilijk tegen dat ze komen in een wedstrijd. Ze hebben een blessuretje of zo, dat ik denk, nou ja, dat is helemaal niks, man. He, daar ging ik gewoon mee voetballen. Het is niet voor niks dat ik Aati Graumans naast je heb neergezet. Want ooit heb je tegen Aati iets gezegd. Aati, dat klopt, hè? Ja, Kees heeft mij wat dat betreft gevormd. Het was mijn eerste jaar in NAC en toen was Kees verzorger. En ik was blij dat ik in NAC 1 ook meekom. Dus dan donderdag naar een training kom ik met mijn handdoekje naar de massageruimte van Kees. En ik stap binnen en hij zegt, wat kom jij doen? Ik zeg, ja, Kees, of meneer Kuijs, masseren. Hij zegt, zo, ben je geblesseerd? Je moet zorgen dat je wegkomt. Zorg eerst maar eens dat je fatsoenlijk in NAC 1 komt. En als je blessuren hebt, dan mag je terugkomen. Dus wat dat betreft heeft Kees Kuijs mij een beetje gevormd. Zo ging dat in die tijd. Nou, het is helemaal niet meer vergelijkbaar wat er nu is. En we moeten het niet allemaal verromantiseren dat het vroeger beter was. Maar clubliefde bestond toen tenminste nog wel, hè? Ja, maar dat bestaat nog steeds. In mijn ogen bestaat club liever nog steeds. Je wordt, als ik kijk naar mijn eigen kinderen en kleinkinderen, die worden, daar worden met de paplepel ingegeven. Hè? NAC, het geel-zwarte bloed, wat ze wel eens zeggen. Dus dat blijft altijd. NAC is mijn club en dat zal altijd zo blijven.